Vandaag gaan we het hebben over lippenbalsems. Er zijn een aantal testresultaten die we met u heel graag willen delen. En zeker ook een aantal tips die we willen meegeven. En ik heb daar Anne voor uitgenodigd. Dag Anne. Hallo, goedemorgen. Anne, misschien een eerste vraagje. Wanneer moeten wij lippenbalsems eigenlijk echt gebruiken? Wel, we raden lippenbalsem aan als je droge lippen hebt, gebarste lippen, lippen met wondjes, kloofjes en zo, schilfers. Dan gaan we echt aanraden om lippenbalsem te gebruiken. Oké, dus bij droge lippen zeg je? Ja, inderdaad. En het komt soms voor dat je huid eigenlijk niet droog is, maar je lippen wel. Hoe komt dat nu? Wel, dat is eigenlijk omdat de cellagen van onze huid veel dikker zijn. Namelijk ongeveer 15 lagen. Terwijl de lippen heel dun zijn en ongeveer een drietal lagen hebben. Dus die lippen zijn veel kwetsbaarder. En er is nog een ander verschil. Dat is dat er eigenlijk op onze huid komen er haarzakjes voor, zweetklieren. En die zorgen voor zweet, voor talg. Dat wordt eigenlijk, komt op je huid terecht. En dat zorgt dat je huid soepel is, dat dat eigenlijk ook het vocht vasthoudt. Lippen hebben geen haarzakjes, geen zweetklieren. Gevolg, eigenlijk er wordt geen talg gevormd. Dus de huid van de lippen wordt niet soepel gehouden. En het vocht wordt minder gemakkelijk vastgehouden. Daardoor krijg je droge lippen. En natuurlijk, als je daar dan nog eens extreme omstandigheden bij pakt, zoals de wind, koude, warmte, dan kunnen je lippen heel snel uitdrogen. Ook kan dat bijvoorbeeld gebeuren door medicatie, dat je eigenlijk, bijvoorbeeld Roaccutane is een geneesmiddel tegen acne, dat gaat echt zorgen dat je lippen heel sterk uitdrogen. Of bijvoorbeeld pikant eten kan daar ook voor zorgen. Het kan ook gebeuren, ja, als je ouder wordt, gaat je huid droger worden, je lippen kunnen ook droger worden. Ja, dus er zijn heel veel redenen waarom je eigenlijk droge lippen kan hebben. En we raden de mensen aan om eigenlijk enkel lippenbalsem te gebruiken als er iets is. Want heel veel mensen zijn, hoe zeg je dat? We gebruiken het heel vaak, hè? Ja. Dagelijks uit gewoonte eigenlijk. Ja. Maar het mag, maar het hoeft niet. Je moet het eigenlijk alleen maar doen als je aanvoelt dat je lippen droog zijn. Of als je weet, oké, we gaan skiën, we gaan veel in de zon liggen, mijn lippen gaan uitdrogen, dan kan je het ook preventief aanbrengen. En dan moet je een beetje doen naar lang het gevoel. Om de 2 uur, om de 4 uur, dat maakt niet zoveel uit. Maar je moet het niet doen, het is dus geen verplichting. Nee, absoluut. Wij hebben een aantal tests uitgevoerd. Wat hebben we juist getest? Wel, het belangrijkste punt dat we getest hebben is eigenlijk de hydratatie. Die lippenbalsem zorgt voor een film op je lippen, zorgt dat ook goed voor een goede hydratatie. Dat is het belangrijkste uit de test. Dan hebben we ook gekeken wat gebruikers vinden, wat vinden ze van de smaak, hoe breng je het aan, de geur enzovoort. Dan hebben we ook gekeken naar de verpakking en de milieu-impact daarvan. En dan ook het etiket. Ja, zonder namen te noemen, want dat moet iedereen ontdekken op onze website natuurlijk. Wat zijn zo de resultaten? Kunnen we daar een aantal algemeenheden mee geven? Ja, er zijn toch een aantal dingen die opvallen. Het belangrijkste, hydratatie. Eigenlijk is het zo dat de meeste 2,5 tot 3,5 bollen bekomen. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze redelijk hydrateren. En dat komt overeen met het hydratatiestandaardproduct dat we in het labo hebben getest. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een redelijke hydratatie. Maar iets heel bijzonders is dat er eigenlijk eentje echt uitspringt. En die haalt echt de beste score voor hydratatie. Dat is ook natuurlijk onze beste test, het beste uit de test en ook onze beste koop. Dus ja, ik zou zeggen, daarvoor moet je naar de website gaan. Dus daar gaan we het verder niet over hebben eigenlijk. Naar de website? Nee, absoluut. Heel goed. Ik ben heel benieuwd. Enfin, ik weet het stiekem eigenlijk al. Maar ik zou iedereen het aanraden. Waar moeten we dan vooral aan opletten als we dat nu kopen? Stel, we hebben het nodig. We gaan een lippenbalsem kopen. Ik weet trouwens niet of het voor kinderen en volwassenen per se een ander verhaal is. Voor volwassenen is het eigenlijk altijd heel simpel. Vaak hydratatie of met een smaak of soms een kleurtje, maar bij kinderen zie je duidelijk op de verpakking staan er andere dingen op. Mm-hmm. Maar het moet allemaal hydrateren, dat is een feit. Dus het is allemaal eigenlijk hetzelfde. De lipjes van kinderen en volwassenen op dat vlak zijn allemaal een beetje hetzelfde. Oké. Waar letten we dan op? Want ik weet dat er een heel lijstje is. Hè? Ja. Wel, eerst en vooral moet je zorgen voor een goede hydratatie. Ja. Maar dan moet je dus eigenlijk best op onze website gaan kijken, want dat hebben we getest in het labo. Maar er zijn ook enkele dingen dat je zelf kan doen. Namelijk, je kan gaan kijken op de ingrediëntenlijst. En dus echt gaan kijken. Op dat klein stiefje. Ja, met eventuele vergrootglassen die nodig. Maar eigenlijk het eerste dat je moet op 3 punten letten. Eigenlijk stoffen die we niet aanraden, die er zouden kunnen in aanwezig zijn. Het eerste zijn de minerale oliën. Dat vind je niet zomaar terug op de ingrediëntenlijst, maar dat zijn bepaalde bestanddelen. Dat is eigenlijk een verzamelnaam, minerale oliën. En dat kan zijn paraffine, petrolatum, microkristallijne wax. En de lijst wordt nu op het scherm getoond. Mm-hmm. En eigenlijk als deze producten erin zitten, zou ik afraden om die te kopen. Ik ga even uitleggen waarom. Omdat we in 5 jaar geleden een test hebben gedaan. En toen kwam in de lippenbalsem heel veel van die minerale oliën voor. Okay.
En eigenlijk door het proces wordt daar mosh en moa over gevormd. Dat zijn een beetje moeilijke termen, maar het komt erop neer dat die wat kankerverwekkend kunnen zijn, dat die gezwellen kunnen vormen in de lever, in de gal. Dus eigenlijk dingen die we willen mijden. Dat is 5 jaar geleden, hebben we dat geconstateerd. Maar merk op, de cosmetica-wereld heeft zich aangepast en die minerale olieën treffen we bijna niet meer aan. Mm-hmm. Maar ze zijn niet verboden. Dus het beste is dat je eigenlijk zelf kijkt of dat die erin aanwezig zijn of niet. Dan hebben we nog een ander puntje, is titaniumdioxide. Titaniumdioxide is ook een bestanddeel dat eigenlijk heel veel zaken heeft teweeggebracht. Namelijk door EFSA is dat in de voeding verboden geweest. Omdat titaniumdioxide een kleurstof is. En dat zou eigenlijk onze lippenbalsem witte kleur geven. Dat is niet echt nodig. Het is verboden in voeding. Het nut is niet bewezen, dus ik zou zeggen, probeer titaniumdioxide te vermijden. We hebben ook in onze test wel één product gevonden dat het erin zit. Maar je vindt dus heel veel lippenbalsems zonder. Okay. En dan ook eigenlijk stoffen die hormonen verstoren, zou ik eigenlijk ook echt vermijden. Ook hebben we in onze test 1 daarvan gevonden die dat heeft. Als ze dat hebben, dan gaan ze nooit bij ons de beste kopen of de beste test zijn. Oké. Okay. Buiten dat is ook natuurlijk de prijs belangrijk. Zoals ik heb al gezegd, de beste test is ook eigenlijk de beste koop. Hmm. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je niet heel dure producten moet kopen uit de apotheek, uit de parfumerie. Dat is niet nodig. Eigenlijk, voor een goede prijs heb je eigenlijk al een heel goede lippenbalsem. Dan nog een puntje is de SPF. Soms tref je dat aan, SPF. Ja. Dat is eigenlijk een bescherming tegen UVB, maar dus niet tegen UVA. We raden eigenlijk aan, als je naar de zon gaat of voor het gaat gaan skiën, pak een lippenbalsem met SPF en UVA. Maar ik ga eerlijk toegeven, je vindt die niet gemakkelijk. Het is vaak alleen maar SPF. En als er SPF is, opstaat, zou ik toch aanraden om die van 30 te pakken, dus een hoge factor, of van 50. Ja, dat hebben we ook geleerd toen we de zonnecrèmes inderdaad. Ja. Ja, ja. En dan als laatste, ja, dat is een beetje een persoonlijke keuze, kies je voor een pot of voor een stick. Bij een pot heeft het voordeel dat je eigenlijk helemaal kan uitgebruiken, maar het is minder hygiënisch omdat je altijd met je vingers daarin zit, terwijl een stick is eigenlijk... praktisch, hè? Ja, praktisch en ook eigenlijk minder meer hygiënisch. Zeker ook om aan de kindjes mee te geven. Ja, zeker in de boekentas, als het even een paar dagen nodig is. Ja. Oké, goed, maar dan moeten we die op tijd weer terugnemen. Ja, inderdaad. misschien nog andere tips of tricks. Het is al heel veel informatie. Ga naar de website. Ja, ga naar de website. En ik denk als je aan die laatste dingen houdt, dat je wel een heel goede lippenbalsem vindt. Oké, super. Anne, ik hoop je snel nog eens terug te zien. Oké, dankjewel. Dank je. Bye.